dan even Rij Vloed, die was een beetje weer een beetje van padje. Nou, die, maar die was nou net zo goed bezig. Want ja. Die was bij Eindhoven, bij Cambuur, waar hij uitgeleend was, was het niks. En bij NAC deed hij het leuk. Hij had die schoppende beweging al tegen Van Ginkel, waar hij eigenlijk een hoofd voor had moeten hebben. Ja. Toen maakte hij die doelpunten de afgelopen week. En nou was het weer even... Wat is dat? Ja, altijd wilde hij voetballen. En nu loopt hij ineens van op, erop en erover. Dus, er zijn mensen, Johan, die suggereren dat hij misschien even Robert Maaskant zou moeten bekijken. Even rust, even bezinning, even niks. Even gewoon. Zou die Maaskant er spijt van hebben dat hij dit filmpje dat denk ik heeft? Wel, ja. Dan zie ik hem gisteravond weer zitten bij Fox. En dan denk ik, ja, ik dacht dat hij zei dat hij de voetbalwereld een beetje verwel had gezegd, omdat hij er zo teleurgesteld in was. En daar kwam dit filmpje niet voorbij. Nee, dat... Dan zit hij gewoon weer mee te lullen. Ja, dat vind ik dan ook wel apart. Ja. Want als je dat dan zo vindt, dan zou ik zeggen... dan wil ik er ook niks ik mee te maken. Ik zag Mario ook weer zitten zwammen. Daar word je ook niet vrolijk van, hè, van Mario. Ja, maar Mario moet er weer. Mario die zit met een heel serieus gezicht. Ik denk, die gaat nu bekendmaken dat Noord-Korea echt de bom op ons gericht heeft. En dan schopt hij een paar open deuren in, hè. Ja.